Waltz is bij het grote publiek bekend door zijn rollen in Tarantino's Django Unchained en Inglourious Basterds. Met dit regiedebuut in de opera maakt de bekende acteur een wending in zijn carrière die niet voor de hand liggend is. En bovendien bekijkt hij de opera niet door een klassieke bril. It's always very elaborately decorated, with a lot of extras and costumes and rococo and all of that. Voor de Hollywoodster mag het allemaal wat simpeler om zo het publiek te laten meedenken. I usually have a better time in the sitting in the opera, watching what's going on. If there's a little more room for me, for my imagination and my version and my questions and my interests and inclinations. En de opera hoopt uiteindelijk dat het met deze naam een ander publiek kan trekken. De film helpt alleen, omdat dat natuurlijk zo'n bekende naam is, dat wij, als hij Rozenkavalier doet, ook heel veel mensen kunnen bereiken door zijn bekendheid, die misschien anders nooit naar een Rozenkavalier zullen komen kijken. En dat is fantastisch. De Rozenkavalier loopt nog tot 28 december in Antwerpen.